Goedendag, een mooi herfstachtig plaatje hier achter mij, gemaakt door Jos Hebben uit Weert. En naast die herfstkleuren zagen we gisteren toch ook een aantal opklaringen op dinsdag. En ook woensdag waren er nog een aantal opklaringen aanwezig, maar in de loop van de dag betrok het toch al snel en trok ook een gebied met regen over ons land. Ja, en dat wisselvallige weer houdt ook de dagen daarna verstand, maar er lijkt toch wel een kleine verandering aan te komen, in ieder geval tijdelijk. En daar gaan we het even over hebben in deze 10-daagse weersverwachting. Daarvoor pakken we het Amerikaans weermodel er even bij. Daarna zien we ook mooi die regenzone liggen die van woensdag op donderdag over ons land trekt. Echt kan wel echt actief zijn en regionaal tientallen millimeters regen achterlaten. Ook donderdag trekken regelmatig buien over, net als de vrijdag. En daarna zit er dus een beetje verandering aan te komen. Het is mooi nu te zien op de Atlantische Oceaan een lage drukgebied en ten oosten van ons land. En wij bevinden ons daartussenin in een soort niemandsland, het zogenaamde zadelgebied. En daar is het vrij rustig weer. Met name de wind die neemt flink in kracht af. En als er dan opklaringen zijn, dan kan het zeker 's nachts erg gaan afkoelen. En wie weet kunnen we wel weer nachtvorst gaan noteren. En misschien zelfs wel de eerste officiële vorst van het seizoen. Het is nog wat onzeker, want als de bewolking bijvoorbeeld wel aanwezig is, dan kan het niet zo heel sterk afkoelen. Maar goed, de kansen zijn er dus wel. En een verandering van het weerbeeld, dat zit dus wel in de verwachting. Zet ik de animatie weer even aan, dan zien we dat dat weerbeeld niet erg lang gaat aanhouden. Lage drukgebieden staan alweer te trappelen om onze omgeving te bereiken. Die buiigheid neemt in de loop van de week weer snel toe. En dan neemt de wind ook weer in kracht toe en keert dat toch onstabiele herfstweer weer snel terug. Oktober verliep natuurlijk erg nat, dat hebben we allemaal wel gemerkt. Oktober kwam zelfs in de top 5 natste oktobermaanden sinds het begin van de metingen terecht. En ook november is regionaal erg nat van start gegaan. Normaal valt er in november in het zuidoosten zo'n 60 tot 70 mm regen en in het westen 90 tot 100 mm. En zoals je op de kaart ernaast al kan zien, zijn die waarden in het westen van het land lokaal al bereikt. Meer dan 100 mm regen in de eerste week van november. En dat heeft lokaal dus ook al wel tot wateroverlast geleid. In het zuidoosten daarentegen is het een stuk droger en daar zijn enkele stations die nog niet eens de 10 mm aan regen hebben gehaald. Dus die regionale verschillen zijn weer erg groot. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de kustconvergentie waar we ook al een hele tijd mee te maken hebben. Relatief koude bovenluchten trekken nog over die warme Noordzee. En die zorgen ervoor dat de buienactiviteit met name in de kustregio's heel erg opleeft. Maar zodra die buien het land opschuiven, nemen ze flink in activiteit af en laten daar dus weer veel minder regenwater achter. Ja, en dat weerbeeld dat zet de komende dagen ook nog wel even voort. Van woensdag op donderdag trekt dus eerst nog die storing over die in het hele land toch wel aardig wat water gaat achterlaten. Tientallen millimeters. In het zuidoosten blijft die ook wel even slepen. Dan wordt het tijdelijk wat droger, maar daarna komt die kustconvergentie weer op gang in de loop van donderdag. Trekken weer stevige buien van west naar oost over ons land. Tussendoor zeker ook wel zonnige perioden. Maar het is toch handig om je paraplu mee te nemen. En ook vrijdagochtend, dit is vrijdagochtend 7 uur, neemt die buienactiviteit alweer snel toe, zeker in de kustregio's. Dus gaat er toch weer een flinke plensregen bij vallen. Nou, hoe ziet dat er dan in de weersymbolen uit voor de donderdag? Inderdaad, veel druppels in de weersymbolen. Regelmatig buien die voornamelijk over de noordwestelijke helft van het land trekken, maar soms ook iets verder landinwaarts komen. En de temperatuur die loopt bij een matige zuidenwind op naar zo'n 11 graden. Maar wat ik al zei, in de pluim zien we toch ook verandering. Ik heb hier de pluim van zuidoost gepakt, zodat we dan ook goed kunnen zien hoe die temperatuur gaat veranderen in de loop van het weekend. Eerst zitten we nog rond die 10 graden overdag en 's nachts komen we niet in de buurt van het vriespunt uit. Maar in het weekend zijn er toch een aantal oplossingen die in de buurt van het vriespunt gaan komen. Omdat we dan dus in dat rustige vaarwater komen te zitten. Iets meer hoge drukinvloed, die lage drukgebieden blijven wat meer op afstand. En mogelijk dat het dan dus erg koud even gaat worden. Maar zoals ik ook al zei, het is maar van korte duur, want daarna zet de temperatuur weer een stijgende lijn in. En komen we zelfs aan iets te zachte kant voor de tijd van het jaar terecht. En keert die wisselvalligheid met veel bewolking, veel buien en ook veel wind weer snel terug. Ja, en die neerslagkansen, die gaan daarbij natuurlijk ook weer oplopen. Eerst dus nog hoge neerslagkansen in het weekend, tijdelijk weer wat lager tijdens die invloed van iets meer hoge druk. Maar in de loop van volgende week weer die opleving en dan kan die paraplu toch echt wel weer uit de kast. Nou, hoe het er daarna gaat uitzien gaan we het ook onder andere in hebben in onze 30-daagse video van komende vrijdag. We hebben natuurlijk ook nog allerlei explainers over het weer, dus wil je nou niks missen, abonneer dan vooral op ons kanaal. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.